Inderdaad zijn er wat geluiden in het veld. Partijen, groeperingen hebben zich, mogen zich bezorgen daarover. Laat me zo beginnen aan te geven dat er vanuit de regering als aandeelhouder van staatsbedrijf Staatsolie, dat er een goede relatie is. De afgelopen jaren sedert de regering aanzit. En dat is duidelijk te verklaren in het feit dat de regering een paar keren Staatsolie heeft bijgestaan wanneer het ging om onder andere het sluiten van leningen. Het bewijs zit er ook in, duidelijk, dat al de asset, de grote asset en de grote afspraken, de deal die gesloten zijn, ondergebracht bij Staatsolie. Te beginnen, de deal met Newmont is bij Staatsolie. De Afobakadam, waar de staat zelf heeft afgelost, een schuld, een openstaande schuld, is bij Staatsolie. De nieuwe afspraken voor de uitbreiding deal met IAMGOLD komen onder Staatsolie. Afspraken die zijn gemaakt toen door de staat, de deal met Oppenheimer om de schulden van Staatsolie over te nemen, zodat Staatsolie niet in default komt, dat is geregeld onder deze regering. Dus laat me daarmee beginnen om aan te geven dat er een goede verstandhouding bestaat tussen die aandeelhouder en het bedrijf. Natuurlijk is er altijd belangstelling geweest van partijen. Voor de oliefonds, na bekendmaken dat we olie hebben gevonden, is de interesse natuurlijk steeds toegenomen. En partijen komen altijd praten. De korte tijd dat ik minister ben, heb ik al gesproken met een aantal landen. Ik heb gesproken met bedrijven uit Rusland. Ik heb gesproken met bedrijven uit Ghana. Ik heb gesproken met bedrijven uit China. Ik heb gesproken met bedrijven uit Israël. Die belangstelling hebben getoond om te praten met Suriname over oil en gas. Het is zo geweest dat je als regering, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, verantwoordelijk voor het beleid, mijnbouwbeleid, mag praten met verschillende partijen. Maar uiteindelijk, wanneer het moet komen tot een deal, moeten we die doorverwijzen naar Staatsolie. Het is geen toevalligheid. Het is zo in ons land bij wet geregeld dat Staatsolie uiteindelijk de deal zal moeten sluiten met verschillende partijen. En dat is conform gebeurd. Elke keer wanneer er partijen komen, ze hebben bezoek gebracht bij het ministerie en we hebben gesproken. In dit specifieke geval wordt er gesproken over het Chinees staatsbedrijf en Sinok. En Sinok is op uitnodiging van de president hier geweest. De president was in China, gesprekken gevoerd met China, met Sinok. Maar ook daarvoor had Sinok ook belangstelling getoond. En ze zijn geweest op het ministerie, we hebben gesproken. En Sinok heeft gekeken naar een aantal sectoren. Niet alleen naar mijnbouw, niet alleen naar oil en gas. En we hebben gesproken over een MOU dat nog niet eens getekend is. We hebben gesprekken gevoerd met Sinok. En we hebben op basis van de MOU ze doorverwezen naar Staatsolie om te praten over dat gedeelte van oil en gas. De gesprekken die moeten nog plaatsvinden. Er zijn geen enkel concrete afspraken gemaakt. Er is een briefwisseling, er zijn e-mailuitwisseling geweest tussen partijen om te komen tot de afspraak voor een bespreking. Ik moet aangeven dat Sinok verder conform de geldende procedure die er zijn binnen de afspraak, binnen het concept waar wordt gewerkt, dat ze worden verwezen naar Staatsolie. Dat moet duidelijk zijn. Er zijn geen afspraken daarover. En er zullen op basis van een zakelijke deal gesprekken verder gevoerd worden. Directeur, kunt u ook uw reactie geven op de berichten verschenen in de media over de verkoop van blok 58? Ja, dat wil ik graag doen. Ik ben er een paar keer in de media verschenen hiermee. Ik ben ook blij dat ik de minister van Natuurlijke Hulpbronnen heb horen zeggen dat alleen Staatsolie kan beslissen over oliegerelateerde zaken. Dat is nu eenmaal zo geregeld bij wet. De staat is de aandeelhouder, de vertegenwoordiger van de staat. Van de aandeelhouder is de president. Die heeft dat verwezen naar de vicepresident. En wij hebben een president-commissaris die de vertegenwoordiger is van in dit geval de aandeelhouder. En zowel de president als onze vertegenwoordiger van onze aandeelhouders, onze president-commissaris, staan 100% achter het beleid van Staatsolie. En dat betekent dat we niet praten over blok 58. We weten nog niet eens wat daar zit. Dus we praten niet eens over verkopen of partijen die geïnteresseerd zijn. Ik moet u zeggen dat
ontzettend veel partijen geïnteresseerd zijn over de hele wereld. Bij staatsolie vinden ze op dit moment nul ingang als we praten over blok 58. Wat wel zo is, is dat we een gebied hebben die tussen blok 58 en Tamarejo ligt, waar ook de hele wereld in geïnteresseerd is. En daar gaan we een transparante bidding over houden. Dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Ook daar staat zowel de president als de president commissaris voor 100% achter dat we daar een transparante bidding gaan houden. Op het moment dat we voldoende informatie hebben. Ik denk dus dat het Surinaamse volk zich geen zorgen hoeft te maken over onze olievoorraden. Onze olievoorraden die zijn veilig bij staatsolie en er is geen enkele behoefte op dit moment om ook met iemand zaken daarover te doen. Het is goed dat de minister van Natuurlijke Hulp dat ook duidelijk maakt. En het zou misschien nog beter zijn als de landen naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen komen om te praten over olie, dat ze direct doorverwezen worden naar staatsolie. Zodat je niet dat de ruis krijgt die je op dit moment hebt over oliezaken. En omdat het gewoon jammer is. Ja, dus al de verhalen die we dus gelezen hebben in de media, als zou Elias onder druk zijn gezet vanuit de regering, kunnen we dus verwijzen naar het Rijk der Fabelen. Dus dat is absoluut zo. We hebben met de president en de president-commissaris hebben we dit besproken al een hele tijd geleden. Dat is nog zelf voordat we olie gevonden hebben. En zij waren het voor 100% eens met ons beleid. Laten we eerst weten wat we hebben. En wanneer we weten dat we hebben, dan kunnen we verder gaan praten. Nu is het natuurlijk altijd zo dat er bedrijven blijven die, wanneer ze geen ingang vinden bij staatsolie, dat ze gaan kijken of ze ergens anders ingang kunnen vinden. En dat is dus het verhaal wat in principe is gebeurd met CNOOC. Ze zijn bij ons geweest en we hebben ze netjes uitgelegd dat op dit moment blok 58, dat we daar niet over praten. En dat over de rest ze mee mogen doen met een transparante bidding die hoogwaarschijnlijk op het eind van dit jaar gaat komen. Ja, de verhalen over verkoop van staatsolie die zijn bekend. Kijk, ik denk als regering een stukje verantwoordelijkheid draagt. We zeggen wel eens, je zal je kip die gouden eieren legt niet zomaar gaan verkopen. Verkoop van staatsolie is niet aan de orde. Het is niet besproken, het is niet aangehaald dat we staatsolie gaan verkopen. Staatsolie heeft de afgelopen 40 jaar gewerkt. Natuurlijk willen we allemaal dat het beter gaat. Natuurlijk willen we allemaal meer verdienen. Natuurlijk denken we dat er ruimte is om groter te gaan. Maar ik denk ook wel dat het van belang is om goed vast te stellen dat staatsolie niet verkocht zal worden. In de wereld waar je zaken mee doet, komen de partners, komen de bedrijven die je in staat stellen om je risico te spreiden, die je in staat stellen om groter te gaan investeren. En dat zijn zakelijke mogelijkheden die staatsolie mag bekijken en zal bekijken. Maar staatsolie verkopen in opdracht van deze regering, daar is er geen sprake van. En dat wil ik nog een keer benadrukken. Omdat ik denk als Surinamer, als regering, dat geen wijs besluit zal zijn om staatsolie te verkopen in deze fase. Dus al de berichten over verkoop van staatsolie is niet aan de orde. En dat wij gewoon proberen om samen met het bedrijf te kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding, mogelijkheden voor samenwerken om veel meer te halen, maximaal te halen uit die rijkdommen die we hebben.